één boek, vraagt u. Dat vind ik moeilijk. Boeken hangen altijd in clusters aan elkaar. Vanmiddag kon ik toevallig Joden op drift van Jozef Rood, vertaling van L. Snick, voorstellen. Juden of Wanderschaft. Dan is de verleiding groot om dit boek te nemen. Het is een fantastisch boek met actuele tendensen. Geert Mak legt dat uit in de inleiding in dit boek. Het is een boek over hoe de Joden erbij liepen voor de Holocaust. Toen liepen ze er echt nog wel bij. De verdwijning wordt aangekondigd onderhuids. Mooi boek. Maar Jozef Rood is ook de man die in Oostende hier was, waar ik zelf een boek over geschreven heb. De Oostende, de zomer van 1936. In Oostende leert hij Irmgard Coyne kennen. En als u dan toch één boek wil, dan neem ik Kind aller Länder in het Duits van Irmgard Coyne, de vrouw die hij hier in Oostende ontmoet in die zomer van 36. Dat is een fantastisch boek, ook over hetzelfde thema. Joden op drift, exilschrijvers. Irmgard Coyne was een Duitse, niet echt zelf een Joden, maar ze stond wel op de lijst van de Entartete literatuur. En ze schreef in Oostende dat boek, Kind van alle landen, over Jozef Rood, over zichzelf, over de exil. Een prachtig boek. Ik heb maar een minuut, want ik zou het veel langer kunnen aanprijzen.